Hallo allemaal en welkom in de nieuwste Techmag-aflevering. Mijn naam is Magali De Reu en wekelijks interview ik ondernemers over hun verhaal. Vandaag heb ik Anthony Viaene bij mij, de voormalige co-founder van Bubble Post. En die is vandaag met iets nieuws bezig, DropOn. Welkom Anthony, bedankt om hier te zijn. Dankjewel. Vertel mij eens de pitch van DropOn. DropOn is eigenlijk een tool die elk bedrijf toelaat die frequente levering heeft om die te gaan optimaliseren en te gaan opvolgen. Ja. En we doen dat eigenlijk voornamelijk omdat we zien, het is een jaar bij Bubble Post ook, dat er zeer veel bedrijven zijn die nog altijd met een papier en stilo zelf te werk gaan om hun levering te gaan organiseren en te gaan opvolgen. En we willen hen helpen om dat vlotter te doen. Is dat ook niet iets wat bpost doet? Ja, maar het is niet alleen voor transportbedrijven, maar het is bijvoorbeeld alle KMO's die zelf dagelijks productie doen en dan 100 leveringen per dag moeten gaan doen om alles te gaan leveren. Ah, ja, okay. Die hebben ook nood aan zorgoptimalisatie en opvolging. Ja. En alle pakjesdiensten natuurlijk ook, maar de meeste pakjesdiensten hebben al iets of wat van optimalisatie. Ja. Maar bij hun zie je dan weer dat de optimalisatie of het systeem dat zij gebruiken vaak al jaren meegaan en moeilijk hebben of moeilijkheden hebben om up-to-date te blijven, om het zo te zeggen. Oké, subiet gaan we daar zeker verder op ingaan. Maar ik wil even terugblikken op het straffe traject dat jullie met Bubble Post hebben doorlopen. Opvallend is dat jullie... Je vertelde mij dat je voor DropOn de software moest overkopen van bpost, naar bij wie jullie hadden geëxit met Bubble Post. Ja. Hoe heb je die exit ervaren? Bubble Post, het verhaal op zich is zeer turbulent, hè? Veel ups en downs geweest. En toen we de gesprekken met bpost hebben gedaan, was dat eigenlijk zeer... Het is een zeer vlotte overname geweest, een zeer vlotte gesprekken, dus we zijn er wel zeer tevreden mee hoe dat verlopen is. Was dat een noodgedwongen oplossing, die exit? Of was dat... Goh, dat was niet noodgedwongen, maar ik denk dat dat een mooie exit was voor iedereen. Gezien het turbulent traject dat we daarvoor gehad hebben, dat alle aandeelhouders wel tevreden waren dat we dit konden realiseren. En wat bedoel je met turbulent? Het is een start-up die zeer veel kapitaal nodig heeft, alleszins. Vooral omdat het een zeer operationele business was ook. Met zeer veel voertuigen en zeer veel mensen. Ja. Zeer veel depots, zeer veel locaties. En het is een volumebusiness, dus je moet schalen, voordat je dat volume haalt, waarbij dat je rendabiliteit kunt gaan halen. Dus daarvoor was zeer veel kapitaal nodig. En dat je ook nogal een beetje... gevolgen gehad of gesprekken gehad en soms was dat iets vlotter dan andere momenten, dus veel ups en downs. Maar dus op het einde van het traject, om dat te kunnen doorgeven aan bpost, was wel een zeer mooie uitkomst. Ja, nu de downs in een start-up die zorgen voor heel interessante lessen. Kan je mij zo eens schetsen wat je geleerd hebt bij Bubble Post en hoe dat je die nieuwe learnings gaat toepassen op je nieuwe bedrijf? Oh, zeer veel eigenlijk. Ik heb ontzettend veel geleerd. Ik was vroeger meer een IT'er dan een als echt ondernemer, maar doordat ik veel meer introvert was, dus dat ik minder ging communiceren. Dat is ook al helemaal veranderd. Een ander ding dat onveranderd is het feit dat is het loslaten van verantwoordelijkheden. Ja. In het begin was dat ook, ik was daar CTO en die alles van informatica, maar ik wilde alle controle hebben over wat het ging gebeurt. Ja. Maar naarmate dat je team groeit, kan je dat niet meer doen of mag je dat niet meer doen. Leren delegeren, leren loslaten en leren managen. Dus dat zijn voor mij al zeker twee punten die zeer leerrijk waren. Ja. Je bent niet meer met de co-founders van Bubble Post, Ben Rieder en de andere... Michel De Waele. Ja, Michel De Waele. Ben je niet meer verder gegaan? Nee. Waarom niet? Want per slot van rekening, je kende hen al, je had evengoed misschien met hen een nieuw bedrijf kunnen starten. Ja, het zou zeker mogelijk kunnen zijn, maar ik denk dat voor het nieuwe bedrijf is een volledig ander bedrijf dan Bubble Post. Het is een volledig andere markt, het is een software as a service, veel meer technisch, veel meer IT-gericht. Dat zijn hun expertises niet. En het enige profiel die ik echt nodig had naast mij was een zeer financieel profiel, omdat dat ook een van mijn minder goede punten zijn, om het zo te zeggen. En dat Miroch Jonathan al jaren kende en ook 8 jaar ervaring heeft bij de banksector, of in de banksector. Dus dat was dan een zeer goede match voor mij om toen mee te starten. Natuurlijk, de complementariteit van co-founders is veel meer dan gewoon de expertise, IT, ondernemerschap versus financiële skills. Wat heb je daarover geleerd als het echt gaat over dat founding team en de complementariteit en de verhouding daartussen? Wat heb je daarvan opgestoken of hoe zie je dat? Maar ik vind dat ook zeer belangrijk, want ze zeggen vaak dat 65% van de start-ups ook falen door een slecht foundersteam of slechte bedrijfscultuur in de eerste jaar. En voor mij is dat ook een punt dat enorm belangrijk is, dus we hebben daar zeer veel over gepraat met Jonathan ook. We hebben in het verleden met Bubble Post, met ons drieën, en ook zeer veel tijd geïnvesteerd in ons drie om elkaar te leren kennen. Nu doe ik dat ook met Jonathan. Maar ik ken Jonathan gelukkig al jaren langer dan op persoonlijk vlak. Ook zijn delen bepaalde hobby's en zo, dus dat gaat wel vlot. Ja, nu, we weten al dat jij misschien een beetje aan de introverte kant bent. Wat typeert jou nog als founder op persoonlijk vlak? Ik ben een ontzettend optimist en die nooit gaat opgeven. Ik denk dat dat zeer duidelijk is geweest bij Bubble Post ook. Ik was de enige overbleven founder toen dat een bpost verkocht werd. Voor mij is er geen moment waarop ik zeg van ik ga er nu mee stoppen of ik geef de brui aan. Ik blijf altijd volharden en ik zie altijd alles rooskleurig. Of toch zo lang mogelijk. En waar, hoe bewaak je de grens tussen dat optimisme en naïviteit en ongeloof? Want op een gegeven moment, ook met het Bubble Post verhaal, op een gegeven moment moet je gewoon knopen doorhakken en het over een andere boeg gooien. Hoe pak je zoiets aan? Ja, je moet altijd realistisch blijven natuurlijk. Het is niet de bedoeling dat je op je wolkje blijft, zelf al is de realiteit minder. Maar door de zaken optimistisch aan te pakken en van oké, dat is misschien een probleem, maar je zegt oké, hoe kunnen we dat probleem oplossen en hoe gaan we vooruit? Ofwel zeg je oké, dat is een probleem, ik zit hier echt vast en ik weet niet wat doen. Zelfs al is het een probleem, dat kan een mottige situatie zijn, maar als je er positief naar kijkt en positief mee omgaat, dan ga je er wel uit geraken. Dus, maar hoe moeilijk is dat? Stel dat bijvoorbeeld een belangrijke klant afhaakt, hoe kan je zo dan optimistisch blijven als het bestaan van je bedrijf in gevaar komt? Ja, dus het is afhankelijk van situatie tot situatie. Ik denk dat op het moment zelf iets is dat je zelf moet kunnen mee omgaan. Een ander jaar met Bubble Post ook heb je zeer goed met stress leren omgaan in bepaalde situaties. En weten dat je rustig moet blijven en weet dat het komt allemaal goed. Het zal wel beteren, het zal wel... Het vereist ook enige rationaliteit. Ja, zeker. Ja. Ben je daar goed in? Soms. Ja. Ik kan zeer gevoelig iemand zijn ook. Ja. Want ben jij ook verantwoordelijk bij DropOn voor het managen van het team? Hebben jullie al hoeveel zijn jullie? We zijn nu met een team van 9. Het zijn geen 9 medewerkers, maar we zijn met 9. Dus een combinatie van freelancers en deeltijdswerkers. Ja. Dus ja, we managen dat momenteel en zien dat nog in de beginfase in. Jonathan en ik doen dat vaak samen of er is veel overleg nog. Ja. Maar ik vind dat een van de leukste dingen om te doen ook. Ja. Met mensen bezig zijn. Dat is echt... Kan je daar wat meer over vertellen, wat dat is voor jou met mensen bezig zijn? Er is een groot verschil tussen een ondernemer en een manager, hè? Ja, klopt. Ja, en dat verschil hebben we ook enorm gezien bij Bubble Post. We hadden in het begin een echte onderneming waarbij we bezig waren met de mensen en wat we deden en de why van het bedrijf, waar je naartoe wilt gaan. En dat we daarna, in de laatste jaren, dat meer werd omgetoverd tot een bedrijf met management die meer om KPI's begon te draaien. Ja. Dus dat is een heel andere insteek. Dus maar je meer naar de scale-up fase ook gaat, hè? Ja, en dan moet je veel meer zo KPI-driven, dan moet je echt gaan kostenbesparing gaan doen en zo verder. En dat is een handige manier van management en dat is eigenlijk een beetje een verandering van bedrijfscultuur dat je dan doorkomt. En je ziet dat zeer vaak ook bij de first employees van bedrijven die scale-ups worden, die ook zeggen van het is niet meer mijn ding, want we zijn met te groot, we zijn te veel. We worden gewoon maar een nummertje binnen het bedrijf. Dus dat is zeer moeilijk om in die periode dat te behouden. Die bedrijfscultuur. Maar de eerste jaren is dat het leukste dat er is om een leuk team samen te stellen, dat iedereen content is en dat iedereen weet naar waar het naartoe gaat en waar het ervoor werkt. Lean en mean ook een beetje. Ja. En zo ook ervoor zorgen dat je mensen echt betrokken zijn bij hetgeen dat je doet. Niet gewoon zeggen van jullie dit, jullie dat, want dat is echt pure management, maar echt van altijd continu hun mening vragen. Wat vinden we daarvan? Hoe zouden we dit aanpakken? En alles in overleg doen. Betrokkenheid. Ja. Ben je nog steeds iemand die de waarde, want je vertelde dat er net de waarde van bij Bubble Post, ga je die nu ook bij DropOn neerschrijven en die uitdragen en op welke manier doe je dat? Hoe bedoel je de waarde? Ja, maar je vindt het belangrijk om in een waardegedreven bedrijf om te zeggen, want dit is de cultuur die wij willen neerzetten en die moet er staan zodra dat wij naar de scale-up fase gaan. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, voor mij is het belangrijk dat je een vast goed team hebt, waarbij waar je dat kunt vertrouwen. En dat iedereen klikt en dat dat een leuke sfeer is en dat iedereen weet waar het in staat en waarvoor het in staat. Dat dat mooi open. Ja. Het is niet de bedoeling dat we terug een plat structuur gaan doen die we bij Bubble Post gedaan, want dat was volgens mijn inzien misschien te plat. Waarom te plat? Kan je daar iets over zeggen? Ja. Dat was, met Bubble Post was dat iets dat we keihard hebben doorgedreven, dat eigenlijk iedereen gelijk was en iedereen alles kon meehelpen, beslissen en meehelpen. Maar als je op zich moment zou dat ook moeten terug van afstappen en zien dat we voorbij de 100 werknemers werden en kwamen, dan is dat zeer moeilijk. En, dat mag ook niet een bedrijfscultuur mag niet te vlak zijn. Ja. Er moet een zekere vorm van hiërarchie rapportering zijn. En dan kun je dat onder gaan verdelen in teams en binnen het team iemand verantwoordelijk zetten, maar dan heb je toch al een klein beetje de hiërarchie binnen een team die je soms naar voren duwt. En een vlakke structuur vergt volgens mij... het resultaat kan zeer mooi zijn, maar het is niet daarom dat het altijd snelst vooruit gaat als bedrijf ook. Vertel. Maar dat is een beetje een uitspraak die hoe ik het zeggen, contradictorisch kan zijn, omdat je in een, om het cru te zijn, in een dictatuur, de leider beslist wat er gebeurt en dan gaat het veel sneller, want de mensen moeten gewoon uitvoeren wat de leider zegt. Als je een democratie hebt, dan heb je iedereen die zijn zegje wil doen, en veel meer communicatie, veel meer dialoog, waardoor de mensen gelukkig gaan zijn om te doen wat ze doen. Maar dat daarvoor niet sneller gaat als bedrijf. En jij wil meer een dictatuur? Nee, want dat ik juist zeker niet wil. Zeker niet wil. Ik luister altijd naar iedereen wat dat zegt, maar op zekere momenten moet je wel zeggen, oké, maar nu moeten we de knopen doorhakken en moet je gewoon vooruit. Er zijn grenzen. Want er zijn altijd grenzen. En een beetje, ik ga meer naar democratie, maar dan wel met een tintje, misschien een dictatuur om het zo te zeggen, die er zou in moeten passen. Ik denk dat dat de beste mix is. En dus als je een democratie hebt en een volledige platstructuur, en denk ik niet dat een volledige platstructuur de beste manier is. Ja. Wat ik me afvraag, je hebt de software voor DropOn, heb je de software terug overgekocht van bpost. Is dat voor een stukje, zou je dat kunnen, is dat op veilig spelen? Omdat je weet dat software dat aansloeg en dat je daarmee misschien ook wel wat snelheid kan maken als bedrijf? Of was je daar totaal niet mee bezig? Jawel, want ik was eigenlijk na het tweede jaar bij Bubble Post waar ik die software al beginnen commercialiseren. Dat is altijd een idee die in mijn achterhoofd is gebleven. En waarom? Is omdat de klanten waarmee we toen werkten zich afvroegen welke software wij gebruiken. En zeiden, mogen wij dat ook niet voor onze andere levering buiten de steden jullie software gaan gebruiken? Dus toen had je eigenlijk al een nieuwe opportuniteit gedetecteerd. Ja, ik was toen al daarmee bezig en zeer hard zelf. Ik had daar zelf mini-businessplan en financieel plan voor gemaakt. Ik had dat voorgesteld aan onze toenmalige aandeelhouders. Maar op dat moment was Bubble Post totaal nog niet rendabel en nog niet op de maturiteit dat het nodig had. Waar ik alle respect en volledig mee akkoord was op dat moment. Maar jij hebt zoiets van, mijn tijd komt nog. Ja, en dat was altijd een idee in mijn achterhoofd van, dat gaat hier ooit wel een keer gebeuren. En dat is ook, we hebben dat ook meegenomen met de onderhandeling die we gedaan hebben met bpost. Ja. Om die piste een mogelijkheid te geven. Ja. Dus eigenlijk is het niet zozeer vanuit op veilig spelen, maar eerder vanuit een opportuniteit benutten. Ja. En ook omdat je dat ook ziet op dat moment, als je mee bezig bent met die klant, dat die klant effectief naar vragen, dat je wel ziet van, oké, maar dan, het is nu de vraag al van de klanten. Dus daarna is het natuurlijk een marktonderzoek geweest, zodat dat wel nodig was, zodat de mensen daarop staan te wachten. Ja. Maar dan bleek dat gewoon bevestigd. We zijn wel een paar jaar later, misschien dat jaar geleden de timing gewoon goed of niet goed. Hoe wist je dan dat het wel ook nog steeds het moment was om zulke software te commercialiseren? Gewoon omdat ik veel bij klanten nog altijd zie, waar ik 4 jaar geleden bij Bubble Post ook nog altijd zag. Ze kennen jou nog. Ja. Ze kennen, ik ken nog veel van die bedrijven, maar het is ook, de manier van werken is weinig veranderd bij die bedrijven. Die werken nog zeer vaak op dezelfde manier als 4 jaar geleden. En dat is nog altijd niet optimaal en dat is nog zeer vaak met papier en stilo. Ja. En dat is hoe gek dat ook klinkt. Toch raar in een digitaal tijdperk? Ja, echt. Ja. Er zijn bedrijven die bijvoorbeeld 100 ritten per dag doen. En die beginnen 's morgens letterlijk 100 blaadjes af, A4'tjes, staan dat op tafel en gaan dan een route met papiertje, oké, die zone, dan moet die kunnen meenemen. En die gaan dan zo gaan verspreiden hoe dat ze de rit gaan organiseren. Onvoorstelbaar. Ja, dus, en iedere keer, maar Jonathan, mijn medevenoot, was ook iemand van, dat kan toch niet, dat bestaat toch niet, dat zoveel mensen dat doen. Maar ik zei, maar jawel, je zult wel tegenkomen. Het is effectief zo bij klanten dat we gaan bezoeken, of potentiële klanten, dat we dat effectief zien, dat die nog op deze manier te werk gaan. Ja, ik kan zien opportuniteiten detecteren, optimisme. Heb je nog zo voorbeelden van de manier waarop dat jij steeds overal kansen in ziet? En hoe dat jou dat heeft geholpen als ondernemer? Steeds nog kansen inzien. Ja, bij Bubble Post was dat gewoon door te zien wat er gebeurde en wat er aan de hand was. En veel te dialogeren met... Ja, en veel gesprekken aan te gaan. Dat is ook die periode ook zo van mijn introvert zijn en mijn extravert zijn. De overgang een beetje gemaakt heb om veel meer in dialoog te gaan, veel meer te gaan netwerken. Maar dat is toch super moeilijk, Anthony, als je zo een introvert persoon bent en dan moet je ineens naar buiten treden, klantencontact met mensen bellen en doen. Hoe heb je zoiets aangepakt? Dus ja, dat zijn die voorbije jaren die mij daartoe misschien een beetje zelf gedwongen hebben om dat te gaan doen. Uit je comfortzone. Ja, uit mijn comfortzone halen en meer en meer. Ik was de jaren voor Bubble Post was ik zelfstandig. Maar zeer in de IT-sector, dus in gewoon consultingopdrachten bij andere firma's. Maar dan is dat gewoon een opdracht en voegt alleen uit en staat er alleen voor. Dus dat is een heel andere context dan toen we met Bubble begonnen zijn. Ja, dat is wel dat is heel mooi om te horen. Ja. Is dat voor jou ook de definitie van ondernemerschap, steeds uit je comfortzone treden? Of zijn er nog dingen waarop dat je eigenlijk jezelf een beetje hebt heruitgevonden? Ja, ik denk dat uit comfortzone grijpen of eruit komen, dat dat iets van de meest belangrijke zaken zijn die je moet kunnen en durven. Het netwerkverhaal ook, hè. Dat is ook iets. In het eerste jaar van Bubble Post, toen we naar zo'n netwerkevents gingen, was dat voor mij, ik ben CTO, ik ben bezig met technologie, hoe moet ik nu gaan werken en netwerken met andere mensen? Dus om die inzicht te gaan krijgen. En, je leert dat. Ja. Ja. Maar moet je er ook natuurlijk voor openstaan. Ja, dat is wel waar. Ja. Ja, dat is, en probeer jij zelf ook die dingen aan je personeel de kans toe te geven dat zij zich ook op een bepaalde manier kunnen ontplooien en buiten hun comfortzone? Zeker. We proberen daar veel tijd in te steken al sinds. We weten, onze ontwikkelaars doen nu... En dat is nu een zeer simpel voorbeeld, maar elke vrijdag is er een hele namiddag of een dag bijna dat ze kunnen doen wat ze zelf willen. Ja. Zolang er natuurlijk iets of wat mee betrokken is, heeft mee te maken heeft met het product. Waar ze hun eigen ideeën kunnen gaan voorstellen en eigen dingen kunnen ontplooien. Dus we zijn er wel mee bezig. We laten ze ook, we doen ook zo'n teambuildings om naar hen te luisteren. Elke feature wordt door iedereen een beetje... Dat klinkt toch wel als een scale-up, die zo echt bezig zijn met die bedrijfscultuur. Want in een start-up, dat groeit wat organisch, hè? Maar in een scale-up, dingen de ruimte geven om vrijdagmiddag zich bezig te houden met bepaalde dingen, teambuildings. Ja, het is lean en mean, maar het gebeurt wel op die manier. En we zijn wel... In theorie zijn we een start-up, maar wel een product die al 5 jaar ontwikkeld is geweest. Dus ik denk dat we de sprong naar een scale-up veel sneller gaan kunnen maken. Dan... Eigenlijk een beetje een scale-up in een start-up jasje. Ja, misschien wel. Misschien wel. Want nu zijn we echt goed gebootstrapped. Ons product staat er en werkt zeer goed. Ja. En nu is het echt puur aan schaal, maar vooral naar klanten toe. We zijn in november gestart met commercialisatie. En dus het gaat zeer snel. Het gaat goed vooruit. Nu is de bedoeling om nog sneller vooruit te gaan. Dus ik denk dat we... hopelijk snel in dat scale-up fase gaan geraken. Over dat bootstrappen, daar gaan we subiet nog verder op ingaan. Om even terug te gaan naar jullie team en de bedrijfscultuur. Wat is het eerste profiel dat je hebt aangenomen buiten de ontwikkelaars? Is dat een HR-persoon? Is dat customer success? Is dat... Nee, de eerste is eigenlijk naast het IT-team is een sales hunter. Ja. Iemand die puur moet gaan op zoek gaan naar de juiste bedrijven die het contacteren om overtuigend om klant te worden. Omdat jij daar niet mee wilt bezighouden of omdat je gewoon extra ondersteuning nodig hebt? Nee, dus Jonathan deels zijn verantwoordelijkheid. Okay. Jonathan doet meer sales en finance, maar en ik probeer ook het sales te doen samen met het IT-gedeelte en het overkoepelende. Maar we zien gewoon samen dat we daar niet genoeg tijd in spenderen om sales te gaan doen. En dan zijn we, ofwel is het de bedoeling dat wij moeten kappen in andere zaken, maar we dan ons tijd insteken en meer in sales gaan, ofwel is het iemand anders erbij halen die ons daarbij helpt. Ja. En dat is de piste die we gedaan hebben. Ja. Want eigenlijk ons IT-team, de eerste profiel die we aangeworven hebben, was eigenlijk volledig ons IT-team. Als één profiel, en daar zit een technical lead bij, daar zit een mobile freelancer bij, daar zit een senior erbij. Een mid-senior en een junior erbij en dan iemand voor project management. Ja. Dus mensen voor HR en voor customer success hebben jullie nog niet? Nee. Wanneer zou dat moment aanbreken, schat jij? Ja, dat zal komen met een nieuwe klant die erbij komen. Ja. Ik denk dat dat iets is. Wat het goede is dat we ons eerste salesprofiel, die we nu bijgehaald hebben, Maxime, is een persoon die al die ervaring heeft van Customer Success. En dat is ook een echt werknemer van Bubble Post. Ah, ja. En bij Bubble Post heeft hij ook een mix van alles gedaan. Dus hij heeft daar een sales team gezeten, heeft daar een marketing team gedaan, is zeer goed in design en heeft ook Customer Success gedaan. Dus een beetje een goed gevuld profiel, iemand die veel van alles een beetje gezien heeft ook. Ja, hoe probeer jij in je team de verhouding tussen enerzijds die generalisten en anderzijds die specialisten te bewaren? Zijn het vooral generalistische profielen of zijn er echt al, zeker in de IT-team, toch wel al een aantal specialisten? Ja, het zijn echt, bij ons zijn er, iedereen is wel... Ik denk dat Maxime een van de eerste generalisten is die zo van alles goed is. En jij ook eigenlijk? Ja. Dus er is wel belangrijk om daar van meet af aan een balans in te hebben in het generalistische. Ja, sowieso wel. Ja. Heb je nog meer medewerkers van Bubble Post meegenomen? Nee, dat is het. Momenteel. Ja. Weet niet. Wat is er eigenlijk met al die mensen van Bubble Post gebeurd, dat team? Werken die bij bpost nu? Of? Wel de chauffeurs. Er zijn veel chauffeurs die overgaan zijn naar bpost, nou wel. Ja. Maar de mensen van HQ zijn allemaal naar andere bedrijven getrokken. Ja. En, een beetje in alle sectoren. Ja, mis je het team? Hoe dat ik het team mis? Ja, van Bubble Post, want je hebt daar toch... je bouwt daar een band mee op, hè? Dat is bekend. Ja, familie, je ziet die meer dan je eigen gezin. Ja, zeker. Maar we spreken wel soms nog af. Ja. Dat gebeurt wel, dat we elkaar nog zien en dat we nog iets samen gaan drinken of van die zaken. Oké. Ja, dat was een super team, zeker en vast. Ja. Oké, tof. Ja, je zegt van, we zijn bootstrapped. We hebben al 9 mensen in dienst in totaal. Ja. Ja, het is toch een serieuze bootstrap. Ja, het is zeer snel gegaan, die bootstrap. Ja. Dat was, maar het is ook gegaan hoe dat we het gepland hadden. Ja. Want we zijn in september opgericht en ik wou tegen november echt starten met commercialisatie. Ja. Dus, maar voordat we opgericht waren, waren we al bootstrappen. Dus vanaf augustus eigenlijk was ik al begonnen met het team juist te zetten en de juiste mensen bij te betrekken die ik nodig had. Dat is toch eng wel, dat je zo superveel kapitaal van jezelf... in een start-up, in iets volledig nieuws. Nadat er toch, laten we eerlijk zijn, er zijn al een aantal dingen fout gelopen met Bubble Post. Moet daar dan nog, misschien dat optimisme weer al, moet er toch wel vertrouwen in hebben. Het is toch een heel veel risico en niet iedereen zou het u nadoen. Nee, wellicht niet. Ja. Ja. Maar ik ben nog altijd zo overtuigd van hetgeen waar we nu mee bezig zijn. Met ons verhaal met DropOn, dat voor mij een risico was die ik terug bereid was om te nemen. Bij Bubble Post ook zeer veel risico genomen, ook mee met kapitaal geïnvesteerd. En dan is dat voor mij gewoon, als ik dat vergelijk, dan is dat een veel safer sprong om het nu te maken. Ik ken het product door en door, ik weet dat er een markt voor is. En er is een team die op paraat stond vanaf de start, dus we zijn... Ja. Het was wel een berekend risico. Dus meer berekend risico dan een doodgewone start-up waarbij je product moet ontwikkelen en dan from scratch echt moet beginnen. Ja. Vind je dat ondernemers hier veel meer durf moeten hebben om zulke berekende risico's te nemen of zit dat volgens jou wel goed? Goh, dat is zeer moeilijk om daarover uit te spreken, want dat is echt case-afhankelijk. Ja. Ik denk wel dat je altijd zeer goed moet je idee of je plan aftoetsen. En de confirmatie krijgen van de mensen uit de markt of potentieel klanten of zo verder, dat wel het goede is. Want het kan wel zeer goed zijn dat je voor jezelf overtuigd bent van dat is het, ik ga dat hier doen. Maar dat achteraf blijkt dat er geen vraag voor is, of dat dat niet het juiste moment is of zo verder. Dus het is jullie zijn bijna een half jaar operationeel. Wat heb je die korte tijd al meegemaakt van echt mijlpalen uitschieters, maar misschien ook tegenslagen? Ja, we zijn goed gestart. Hè. We hadden ons nieuw bedrijf opgericht en Bubble Post was eigenlijk onze eerste klant. Dus dat was super. Je start een bedrijf en voordat je start bent, had je al een eerste klant. Maar Bubble Post is volledig opgeslokt in bpost. Dus de activiteiten van Bubble Post zijn zo goed als niet meer bestaande. Dus al onze eerste klant viel weg. Ja. Dus dat was eigenlijk de eerste tegenslag die we effectief meegemaakt hebben. Gelukkig was dat pas in november of zo dat gebeurde en was onze eerste nieuwe klanten die juist toen ook al opgestart werden. Maar dat was onze eerste tegenslag, de stopzetting van Bubble Post. Gezien heel het verhaal ook wel een beetje zeer jammer natuurlijk. Maar voor de rest, ja. En, nee, voor de rest weinig tegenslagen had momenteel. Ja, oké. Okay. Ja. Tant mieux. Ja, maar ja, het is nog zeer vroeg, hè. We zijn nog amper 6 maanden of iets meer bezig. Ja. Ja, onlangs sprak ik met iemand en die zei van ik vind dat start-ups zich te veel focussen op acquisitie en dat retentie maar al te vaak uit het oog wordt verloren. Is dat iets wat jij ook vindt en hoe probeer jij dat zelf aan te pakken bij DropOn? Je bedoelt dan om overkocht te worden bijvoorbeeld? Nee, gewoon echt bij acquisitie van klanten, nieuwe klanten werven en klanten... Nee, ja, ik denk dat het, je moet altijd een mix doen. Je moet ervoor zorgen ten eerste dat je kunt moeilijk klanten gaan aanwerven als je niet aanwezig bent op de markt. Ja. Dus je moet sowieso een mix doen van awareness creëren. Ervoor zien dat de mensen weten dat je bestaat en actief bent op de markt. Om dan achteraf te gaan zeggen, kijk, we hebben dit en we kunnen je product gaan voorstellen bij potentiële klanten. Ik denk dat die mix wel zeer belangrijk is. Ja. Zeker en vast. En dan, daarnaast de juiste functionaliteiten ontwikkelen op het juiste moment. Want je krijgt zeer veel aanvragen van verschillende klanten van we willen dit en we willen dat, die zeer uiteenlopend kunnen zijn. En dan moet je echt zien of kijken van oké, past dat wel in onze roadmap, in onze target van onze klanten, is dat wel de juiste keuze, in onze visie. Maar dat is wel heel moeilijk, hè? Want ik kan me voorstellen als er een potentiële klant die misschien voor een heel groot bedrag wil tekenen, op voorwaarde dat jij die feature daaraan toevoegt, hoe moeilijk is het om dan niet in de verleiding te komen om te zeggen van oké, we doen dat erbij, of net aan de andere kant bij je focus te blijven. Ja. Hoe moeilijk is zoiets? Ja, dat is zeer moeilijk. Ja. Dat is zeer moeilijk. Omdat als het een grote potentiële klant is, dan zit hij in een groot contract tekenen, dus je denkt oh leuk, dat komt op ons rekening. Maar als je daardoor je hele team vastzet en dat je bijvoorbeeld zijn maar 5 maanden moet ontwikkelen om zijn features te gaan klaar te krijgen, dan zet je jezelf en je bedrijf gewoon vast. Ja. Dan ga je niet meer vooruit, 5 maanden lang. Je hebt wel die feature en hopelijk kan je die feature gebruiken voor een andere potentiële klant. Maar dat is een gevaarlijke. Ja, nochtans, ik krijg er wel veel ondernemers over de vloer die zeggen van kijk, in het begin zijn we te breed gegaan met ons product of net aan de andere kant, we zijn te diep gegaan. Hoe houd je het evenwicht daarin? Dat is een oefening die wij in de eerste bootstrap-fase ook gedaan hebben. En dat is echt de klantsegmentatie. Ja. En zeer goed kijken welke klanten wil je aanspreken en wat heb je nodig voor die klant aanspreken. Want bij ons kan dat zeer breed zijn. Dat zijn eigenlijk alle KMO's die productie doen, alle KMO's die aan huislevering doen. Maar dat kan even goed zijn alle transportbedrijven. Ja. En als je naar het transportbedrijf gaat kijken, dan heb je een hele andere reeks en features die je nodig hebt voor die KMO's. Ja. En dan echt gaan kijken van oké, waar past ons product nu het beste en waar willen we ons focus, waar willen we ons klant gaan halen. En als je dan goed segmenteert, ga je je featureslijst normaal gezien moeten vernauwen. Ja. En dat is dan een minder groot gevaar. Enerzijds is dat strategie en visie, maar anderzijds is dat ook marketing. Dus jullie hebben ook wel geïnvesteerd in marketingprofielen. Marketingprofielen niet. We hebben onze projectmanager die een beetje een mix van designer en marketing... De Maxime. Nee, dat is nog iemand anders. Maar Maxime zou het ook kunnen, ja. Maxime heeft ook die kennis. Maar als projectmanager die bij het programmeursteam hoort. Arthur, die is er ook zeer goed in. En die doet dat nu. Maar ik denk dat Maxime en Arthur nu meer en meer gaan samenwerken. Ja, ideaal. In welke mate ben je bezig met heel het metrics-verhaal? Want... het is iets waarvan ik ook al heb gehoord van investeerders. Ze zeggen, ja, start-ups verliezen de metrics uit het oog. Hoe zit dat bij jullie? Gezien mijn geschiedenis bij Bubble Post zou ik dat wel veel nauwer in het oog. Zeker en vast. Ja. Dat was iets bij Bubble Post dat ik echt zo rechts van mij gelaten heb. Omdat ik dacht van... Dat is iemand anders zijn verantwoordelijkheid. Dat is een goede handen. Ja. Ik ga dat geen 2 keer laten gebeuren. Dus we staan met Jonathan en ikzelf. Jonathan is een financieel profiel ook. Dat is ook iemand die zeer metrics-driven is. Dus we houden ons daar sowieso altijd goed mee bezig. Ga je dan eerder ook beslissingen nemen op basis van data of eerder volgens buikgevoel? Of combineer je beide? Of... Sowieso beide. Ja. Zeker en vast. Buikgevoel is gevaarlijk, is risky. Het is maar niet altijd, hè? In sommige situaties kan het wel van pas komen. Ja, zeker. Inderdaad. Maar je moet altijd een mix hebben van de twee, denk ik. Ja. Want je kunt... Je zou bij gevoel perfect kunnen beslissingen gaan nemen, maar ik denk dat je rapper of dat je meer kunt foute beslissingen nemen op buikgevoel dan op metrics. Maar soms is de data erin. Ja, ja, het is ja. Dat, natuurlijk. Maar als we twee elkaar een beetje bevestigen, dan is dat vaak een no-brainer. Ja. We hebben dan sowieso beslissingen op buikgevoel gewoon sowieso genomen. Je kunt gewoon niet anders. Je moet je daar vertrouwen en als je daar goed bij voelt, dan is dat gewoon zo. Ja. Yep. Maar als je metrics hebt die je kunnen ondersteunen bij het buikgevoel, dan is dat des te beter. Oké. Okay. En what's next voor DropOn? Zijn jullie al internationaal actief? Jullie zijn nu al met die product market fit. Zeggen jullie van wij denken meteen internationaal en we gaan proberen ook die product market fit in andere landen, Europa, de States. Vertel mij dat eens. Nog niet. Ik denk dat we nu goed vertrokken zijn om met onze eerste klant die we aangeworven hebben. We willen dan nog een beetje doorduwen, ja. Zodat we echt hier goed kunnen aantonen dat van kijk, we hebben een business, we hebben running customers. In België? In België en Nederland. We hebben één klant in Nederland reeds. Dus dat zijn de twee markten die we eerst sowieso willen aansluiten, maar hoofdzakelijk België. En hopelijk tegen het einde van het jaar kunnen we dat echt aantonen van oké, we hebben zoveel klanten, we hebben zoveel monthly recurring revenue, om dan internationaal te gaan. Ja. Maar ik wil niet te rap die sprong maken. Ja, want je moet daar waarschijnlijk ook extern kapitaal voor ophalen. Ja, als we die groei willen doen naar internationaal, dan gaan we zeker extern kapitaal nodig hebben. Heb je dan een idee wat je dat zou doen? Zou je via traditionele VC's gaan of sta je ook open voor andere crowdfunding, converteerbare lening? Dat kan eventueel zelfs een mix zijn, maar dat zijn we nog een beetje aan het bekijken. Ja. Het is ook niet echt een B2B product, dus crowdfunding ligt dan misschien iets moeilijker, maar het gebeurt nog. Dus het is een klassiek B2B product waarmee je eigenlijk wel snel funding gaat op. B2B producten krijg je in stand wel veel vertrouwen. Ja, het is een B2B product, dus crowdfunding en zo is misschien meer B2C gericht en minder van toepassing, alhoewel dat ook nog zou kunnen lukken. Maar ik denk dat we nu nog de verschillende mogelijkheden naast elkaar aan het leggen zijn. En een traditionele VC zal niet uitgesloten worden als mogelijkheden ook. Maar dat zal normaal in Q4 van dit jaar zijn. Oké. Je gaat snel, hè? Dat is een bewuste keuze, want je wil snel die scale-up fase... Nee, ik zal het anders zeggen. Als alles volgens plan gaat, is het Q4. Maar als het iets trager loopt, dan wordt dat gewoon uitgesteld. Maar voor mij is het zeer belangrijk, voor ons, voor het bedrijf, zeer belangrijk dat we ons eerst kunnen bewijzen als bedrijf. Ja. En dat we niet gaan springen vooraleer dat we zeggen dat we het onder de knie hebben. Het is wel bescheiden van u, hè? Nee, maar ja... Misschien is dat ook iets van een Bubble Post, dat we zeggen, we zijn zo rap, zo hard groeien. Maar dat was een andere businessweek, maar dat was zeer volumegedreven. Ja. Dus dan moest je echt wel gaan schalen. Nu je kunt iets meer op je gemak. Je kan eigenlijk je eigen groeitempo bewaren. Dus, en ik wil dat we het juiste tempo hebben en dat we niet ons vergalopperen, dat we achteraf spijt van hebben. Opnieuw, dat berekent risico. Ja, oké. Ik denk dat heel veel ondernemers daar wel even kunnen opsteken. En bij deze mag ik een nieuwe aflevering van Techmag afronden. Ik hoop dat jullie er evenveel van genoten hebben als ik. Indien dat het geval is, geef dan een thumbs up. En als je een vraag hebt voor Anthony, dan kan je die in de comments droppen. Vergeet je ook zeker niet te abonneren als je geen enkele aflevering meer wil missen. Anthony, dikke merci om hier vandaag aanwezig te zijn. Dank u wel.